bij het Rijk. En daar heeft ook de overheid een belangrijke rol in te spelen. Dus de lokale, regionale overheid. Wij lobbyen als gekken eigenlijk op dit moment. Het kost mij 2 dagen per week als wethouder. En daarvoor moet je dus ook de toestemming van je gemeenteraad vragen om dat te gaan doen. Maar wij willen en wij moeten die prijs voor die energiecoöperaties een rendabele prijs krijgen. Dat is echt een belangrijke voorwaarde. Onze case Lochem Energie, heel kort. Ik heb er eigenlijk al heel wat over gezegd, maar een duidelijke rolverdeling is belangrijk. Wij zijn niet de gemeente, de wethouder, bestuurslid van een coöperatieve energievereniging. Wij zijn lid, zoals op dit moment 1100 leden bestaan, hebben 1 stem. En die gebruiken we zo min mogelijk. Het is een lokale groep. Stevige basis in de samenleving, stevige professionele basis, met een stevige ambitie en geen eigen niche. En ruim voldoende productiemiddelen. En daar heeft ook de gemeente een belangrijke rol in. Wij hebben bijvoorbeeld vele eigen daken moeten beschikbaar stellen. We hebben een voormalige vuilstort moeten beschikbaar stellen. Als we het over windenergie hebben, heikel punt, moeten we ondersteunend zijn in het proces. Lochem Energie heeft donders goed door. We hebben 30 megawatt ruimte op land voor wind. Het heeft donders goed door dat het proces vooraf gegaan moet worden door een verdienmodel. En dat het verdienmodel ook moet leiden tot bijvoorbeeld dorpsfondsen, zodat dorpen windmolens willen hebben. En dat we vervolgens die planologische procedure ingaan. Middelen zijn ook belangrijk. Je start niet uit niks. Dat lukt gewoon niet. Als gemeente hebben we best wel middelen. Bijvoorbeeld in het regiocontract wat we met de provincie hebben, krijgen we zomaar 50.000 om een windenergieplan te maken. Nou, wat is dan makkelijker dan dat wij tegen Lochem Energie zeggen, hier is 50.000 euro en zoek het maar uit. En dat hebben we gedaan. Wij kregen van Vrom 3 jaar geleden 500.000 om energielandschappen vorm te geven, proces. Precies hetzelfde gedaan. Geef dat 500.000 nou aan die groepen. Het enige probleem wat wij hebben is, hoe koppelen we dat met ons aanbestedingsbeleid? Een technisch vraagje. En daar heb je dan dus weer die gemeente voor nodig. Maar wij ervaren dat Lochem Energie of de groepen die zich met energielandschappen bezighouden, beter werken in die aanbesteding en de kwaliteit dan wij ooit als gemeente zelf kunnen doen. En dat vraagt nogal wat van een gemeente, die erkenning. En dat is een punt waar ik wel, zeker als hier mensen uit overheidsland zijn, even het accent op wil leggen. Wij merken dat we daar goed op moeten ondersteunen. Niet alleen de bestuurder die het risico neemt om geld weg te geven bij een club die het zelf gaat doen, maar ook de ambtelijke organisatie die moet beseffen dat er een veel grotere organisatie buiten die kleine overheid is, die die taak ook veel beter kan uitvoeren. En dat je rol niet een technische is, maar een faciliterende. En dat je het gevoel moet hebben voor het proces en het leiderschap in je samenleving. En dat je dus moet overdragen, macht en kennis echt in de samenleving moet vinden. En dat is voor een overheid een fundamentele keuze. Wij komen vanuit een overheid die zelf eigendom en bezit had. En we gaan naar een overheid toe die dienend is. Ja, daar moet je in je organisatie begeleiding op zetten. Dat doe je niet zomaar. Ten slotte, en daar sluit ik mee af, brede samenwerking is heel belangrijk. Lochem Energie is zeg maar een van de initiatieven. Maar er zijn zoveel. Ik hoor hier ook allemaal initiatieven. We zullen ze direct ook van initiatieven horen. Wij werken heel breed samen. Lochem Energie zit breed in overleggen. Lochem Energie heeft mij dan bijvoorbeeld weer gedelegeerd in zo'n overleg. We werken met ED Centraal. Wij doen met elkaar lobby. We zijn deel van Current. Waar wij kunnen aanhaken, doen we dat. En informeren we elkaar in een volledige open source omgeving. Maar dat brede samenwerken is een fundament waar je op moet staan.